Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Hele lange tijd geleden dat we zo'n video hebben opgenomen. Dus bij deze. Ik ben samen met Astrid. Ik denk dat je die inmiddels wel kennen. Misschien als je weet dat ze zich nog een keer voorstelt. School maar even naar beneden. Charito, die heb ik natuurlijk nieuw. Nou ja, nieuw. Al een tijdje. En ik wil dat hij net zoals Blondie graag op de trainer gaat. Ik heb Blondie daar zoveel profijt van gezien. Ze werd er steeds beter van. En de bespiering die tijdens het draaien eigenlijk net niet lukte, die kwamen erop door de trainer. Dat is echt heel mooi gebeurd. En ik wil dat Charito er net zo mooi uitziet als Blondie. Dat denk ik dat het een hele lange tijd gaat duren. Omdat spieren natuurlijk niet in één keer zo erop komen. Maar ik wil wel dat we er naartoe gaan werken. En ik denk dat de aquatrainer daar zeker mee kan helpen. Absoluut. Aquatrainer is een heel mooie manier om paarden op een onbelaste manier te trainen, maar wel in de juiste balans. En exact die balans die het paard nodig heeft om goed als rijpaard te kunnen functioneren. Dat is ook dezelfde balans die we opzoeken in de dressuur. En is ook exact hetzelfde spiergebruik als we opzoeken in de dressuur, maar dan onbelast. Dus wat je ziet is dat een paard, doordat hij geen gewicht hoeft te dragen, in feite alle bewegingsenergie gebruikt om spieren te ontwikkelen. En waar is dat water dan eigenlijk voor? Ja, dat water is eigenlijk bedoeld om de beweging te stimuleren tot meer flexie in de gewrichten. Jij doet de opleiding Hippies Trainer Sport en Welzijn, dus jij weet waar ik het over heb. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat we willen dat de achterbenen van het paard en daardoor ook de voorbenen van het paard meer opgetild gaan worden. Waardoor je dus meer beweging krijgt in de hele wervelkolom. En de paarden moeten dan ook over dat water heen stappen. En daarom vergelijken we de aquatraining heel vaak met Cavaletti training. Oh. Alleen het verschil is dat jij in je 20-40 bak een aantal Cavaletti's achter elkaar kan leggen, maar geen 500. Nee. En dat is wat aquatraining doet. Aquatraining gedurende 25 minuten staat gelijk aan 500 Cavaletti stappen. Zo. Nou, spring paard tot de max. Ja. Nou ja, als ik zo naar hem heb gekeken, dan zie ik een paard die overbespierd is op bepaalde plekken waar ik er niet heel vrolijk van word. En onderbespierd is op bepaalde plekken waar ik wil dat graag spieren zitten. Bijvoorbeeld, hij heeft een soort hangbuikje. Mm-hmm. Dat is op zich wel schattig hoor, maar ik heb liever dat hij hem intrekt en dat hij echt mooie buikspieren krijgt. Bijvoorbeeld zijn hals. Hij heeft echt zo'n, zie je bij meer springpaarden, echt zo'n atletische hals wel. Alleen, niet per se bespierd of op een andere manier bespierd. Nou ja, en ik zou dat graag groot willen. Dus ja, je kan natuurlijk niet zo'n hengsthals krijgen, wat hartstikke gaaf is, maar wel dat hij zijn hals echt optimaal kan gebruiken. Ik vind hem tijdens het rijden dat hij last heeft met, nou niet per se last heeft, maar dat hij het lastig vindt om zijn achterbenen onder te treden en zijn rug een beetje vastzet. Ja, dat is waar ik op dit moment tegenaan loop. Hoe kunnen we dat oplossen? Nou, dat is een hele goede vraag. Een hele uitgebreide vraag. Dus ik ben bang dat ik ook een heel uitgebreid antwoord ga geven. Hier komen we. Ik hoor je een aantal dingen zeggen. Hij zet zijn rug een beetje vast. Hij treedt zijn achterbenen niet heel goed onder. Hij laat zijn buik een beetje hangen. En hij heeft een beetje meer bespiering aan de onderkant van de hals dan aan de bovenkant van de hals. Ja. Dat is eigenlijk wat jouw aandachtspunten zijn. Ja. Nou, die vier aandachtspunten die passen gewoon bij elkaar. Dat zegt mij dat jouw paard op een bepaalde manier beweegt. Hij heeft ervoor gekozen om onder het gewicht van de ruiter overeind te blijven. Ja. Door zijn rug weg te drukken. En op het moment dat het paard de rug wegdrukt, kijk maar naar mijn rug. Mijn rug wordt nu hol en mijn voorkant wordt als het ware bol. Ja. En het is heel leuk om dat gewoon zelf eens een keer te doen, want als je je rug hol maakt, dan voel je eigenlijk al dat hier die spieren aan de voorkant van je hals een beetje strak komen te staan. Het is een logische reflex wanneer het paard voor het eerst een ruiter op zijn rug krijgt, ja, dat hij denkt, holy moly, wat gebeurt er nou? Ja. Punt 1, omdat dat een logische reactie is op gewicht op je rug, wij doen dat ook. Punt 2, omdat het paard een prooidier is en bij alles waar hij van schrikt in die houding gaat staan. Die houding noemen we ook wel de vluchtpositie of de vluchthouding. En punt 3, omdat de zwaartekracht simpelweg aan ons gewicht trekt. Dus die wervelkolom die wordt hol. Ja. En dat gebeurt in principe bij elk paard waar je op gaat zitten. Maar wat moeten we die paarden nu leren om die rug weer terug recht te maken?
Mag je nog één keer stappen en dan mag je daarna het halve benen. Je ziet dat het links het bek ietsje hoger is en hij loopt heel een beetje rechts gebogen. Hij zet zijn achterhand nog naar rechts. Hij loopt eigenlijk vrij vaak op 3 sporen. En ik denk dat de vragen van Tessa tot een heleboel interessante informatie hebben geleid. Mocht je nou zelf ook vragen hebben, schroom niet om die te stellen. En dan ben jij de volgende die plaatsneemt naast mij in het leslokaal om een leuke video op te nemen.